Dus dit boek heb ik geschreven, dus De Weg door de Kelken, Teachings. En het thema van het boek is dat het vertelt wie we in essentie zijn, wat we hier op aarde komen doen en hoe we dat kunnen doen. En een lijn die door het boek heen loopt is het verlangen van ieder van ons om te ervaren dat we één zijn, dat we één geheel zijn. En wanneer we willen ervaren dat we één zijn, dat kunnen we ervaren als het mannelijke heel is in ons en het vrouwelijke in ons heel is. Want als het mannelijke en het vrouwelijke in ons heel is, dan kunnen we samensmelten. En als een man en een vrouw heel zijn met elkaar, dan kunnen ze samensmelten en ervaren ze dat ze één zijn. En dan stroomt het goddelijke door iemand heen en door een relatie. Ooit waren we heel. Waren mannen en vrouwen heel, was het mannelijke en het vrouwelijke heel. En er is iets gebeurd waardoor we afgescheiden van elkaar zijn geraakt. Maar het verlangen om samen één te zijn, dat is gebleven. Heel lang, vele duizenden jaren lang, houden we met elkaar in stand dat we afgescheiden zijn. Zowel het mannelijke als het vrouwelijke. En ja, nu is het moment aangebroken om dat de mannen in zichzelf gaan helen wat er niet heel is. En dat vrouwen in zichzelf gaan helen wat niet heel is. En dat kan je samen bijvoorbeeld in een relatie die je hebt met elkaar doen. En dan kunnen we samensmelten. En dan weet je wat je taak hier op aarde is. En dan kan je dat, dat hier gaan leven. En als ik mag vragen, waarom ben jij op aarde? Om dit te doen wat ik nu aan het doen ben. Ik ben hier op aarde om het... om deze de reis met mezelf te maken die ik heb gemaakt de afgelopen vele jaren. Om het boek te schrijven wat ik nu heb geschreven, De Weg door de Kelken. En om iedereen te helpen herinneren dat we het licht zijn, dat we God zijn. En om mensen te begeleiden naar het licht toe. En dat gebeurt door mijn lichaam heen. En die de titeling van het boek... De weg door de kelken. Ja. Wat zijn de kelken? Op zich zijn overal kelken. Dus zeg maar in onze onderlichaam bestaat, hè, als we nog niet op aarde in het lichaam zijn, dan zijn overal energetische kelken zijn daar. Het aardse leven, de aardse illusie, is ook een kelk. En ons lichaam is ook een kelk. En wanneer we uit de illusie weg willen gaan, dan is de uitnodiging om onze kelk in te gaan, om ons lichaam in te gaan. En wanneer we dat doen, dan komen we alle pijn, alle verwondingen, alle angst tegen. En wanneer we daar telkens door sterven, door de kelken van onze pijn en onze angst en ons verdriet heen sterven, dan komen we telkens in een stukje licht weer terug in ons lijf. En wanneer we dat volledig doen, dan daalt het licht, ons goddelijke zijn, in ons lijf. En wanneer dat is gebeurd, het komt dan in je bekken letterlijk, dan kan dat licht steeds meer ruimte krijgen en dan kom je steeds meer tot expressie en ben je steeds meer aan het doen wat je op aarde kon doen. En in deze boek staat teachings. Kan je kort samenvatten? Ja, teachings... We zijn shamanistisch lichtwerker, dus we werken vanuit zeg maar de vorm het shamanisme. En shamanen dragen de doorleefde kennis van generatie op generatie over. Dus daar vertellen ze over in verhalen. En dat zijn teachings. Gerrit en ik hebben veel doorleefde kennis en wij vertellen daarover. En daarom hebben we het teachings genoemd. Oké, dankjewel.